Goedendag en welkom bij Privé TV. Wereldster Justin Bieber is in Amsterdam gespot en hij heeft namelijk gefeest met niemand minder dan onze eigen ster DJ Martin Garrix. Ik ga daarover praten met Mariette Oosterwijk van onze privéredactie. Ja, Mariette. Hi. Die jongens die zijn in Amsterdam samen. Ja, hij had een goede gids aan Martin Garrix, hè? Eigenlijk Martijn Garretje, geboren in Amstelveen, inmiddels 19, maar onze bekendste DJ op dit moment. En die heeft hoogstpersoonlijk Justin Bieber rondgeleid. Gisteren zijn ze naar een coffeeshop in de Haarlemstraat geweest. Ah. En Martin stond daar te wachten. En toen kwam er een hele rij limo's met geblindeerde ramen. En toen moest hij braaf even wachten. Martin had wat vrienden meegenomen. En toen kwam Justin eruit, die vluchtte de coffeeshop in. En daar gingen ze met z'n allen naar binnen, luik ging omlaag. En toen zijn ze daar ruim een uur binnen geweest. En dan hebben ze zich daar vermaakt. En vervolgens hadden ze een afterparty in het appartement van Martin op de Zuidas. En kijk, een prachtige foto van gemaakt. Ja. Een bekende bank, hè? Dus zwaar gesponsord, deze foto. Ja, dit is dus in Amsterdam. Ja, in het appartement van Martin. En Justin Bieber links, Martin rechts. Ze hebben het enorm naar hun zin gehad. Ja. Echt overal ploppen foto's op. Ze hebben onder andere zitten facetimen met de manager van Justin Bieber, Scooter Brown. En dat is wel een leuk verhaal, want Scooter Brown heeft toen Justin Bieber 12 was, hem toevallig aangeklikt op YouTube. En toen zag hij dus die kleine Justin Bieber en toen dacht hij, nou, wat is dit? Toen heeft hij de moeder opgezocht, gelokaliseerd van Justin Bieber. En toen zei hij, ja, maar u moet met uw zoon naar Amerika komen. En dan zijn ze dus geweest en toen zei hij van nee, maar jullie moeten niet alleen tijdelijk komen, jullie moeten vanuit Canada in Amerika komen wonen. En toen dat online succes bleef, toen heeft hij ze in contact gebracht met de Usher. En nu zijn we dus 9 jaar later. Maar Scooter Brown is dus nog steeds manager van Justin Bieber. Dat wilde ik even vertellen. Nog altijd. Verhaal. Nou, we zien ze hier samen op het balkon dus van Martin Garrix in Amsterdam-Zuid. Ja. En uiteindelijk zijn ze ook wakker geworden de volgende ochtend. Ja, kijk eens. Hij kijkt nog even of er nog wat op zijn vinger ligt. Maar ondertussen is de gids niet meer Martin Garrix. Want die is intussen in zijn privéjet naar Denver, Colorado, waar hij moet optreden. Tuurlijk. Dus zo gaat het met... Justin moet het even alleen doen. Hij gaat naar Parijs, waar hij gaat optreden. Dus hoe ze doen, doen ze het. Maar ongelooflijk. En het schijnt, maar dat kan, je weet nooit of het zo is, maar Q Music heeft getwitterd dat naast Dikke Simon vanmiddag nog iemand in het programma komt. En dan staat er van, hij is al gesignaleerd in Amsterdam. En dan staat de hashtag What Do You Mean? En What Do You Mean is een... de naam van de single van Justin Bieber. Dus het lijkt erop dat Justin Bieber nog even hier in Amsterdam is. Dus al die meisjes en jongens nog even helemaal gillend gek kunnen zijn. Nou, als ik de foto zo zie met die ving onder de neus, dan is het ook een beetje palingsound bij Justin Bieber. Dus naast Nick en Simon zou het niet heel raar zijn, toch? Misschien doen ze wel een soort van trio. Wie weet, in plaats van de drie J's, de drie J's kan toch? Met Justin, Justin en die twee J&S. Goed, komen we nog op terug. Tot zover Mariette Oosterwijk, dankjewel. Ja. Nou, kleine jongens worden dus groot en hebben lekker gefeest in Amsterdam. Dit was Privé TV, meer nieuwtjes en video's op onze site. Tot de volgende, dag.